in een gezellig slootje. Niemand om ons zien, je niet alleen, 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 alleen. Ik roei de laatste. Buiten regent het. En hardop. Maar kijk eens wat een mooi schip. Maar goed, als het regent, of ik ga even lezen, lekker chillen, maar de vlag moet natuurlijk ook klaar. En dan weer zo'n mooi schip. Ons huis eend. Mensen proberen nog een plek te zoeken, maar het is vol. Vorig jaar hebben Jan en Lokje leren kennen. En die hebben de boot ook in Jouweren. En daar zijn wij nu ook. En kijk eens, wat een prachtige boot. Barry zit al binnen en Bo ook. En dan gaan we straks eventjes met z'n vier een hapje eten. Eigenlijk met z'n vijven, want Bo gaat natuurlijk ook mee. Hallo! Hallo! Wij gaan dus een hapje eten. En wij gaan naar de jongens van Jouweren. Nou, ik ben ontzettend benieuwd. Hier zijn Barry en ik nog niet geweest. En het ziet er hier prachtig, ziet hier prachtig uit. Bo is ook gezellig mee. De jongens van jou. Jan heeft een visplateauotje. Lokje, een bloemkoolsoepje. Ik ook een bloemkoolsoepje. En Barry heeft een tomatensoepje. Eet smakelijk. Ik maak even een filmpje. Hoppelakee, daar gaan we dan met de mosselen. Kijk er eens, wat ziet er allemaal mooi uit.
Een hele goede morgen deze regenachtige morgen. Wij gaan vandaag naar de boerenbruiloft. Dat begint eigenlijk om 9 uur in de Midstraat. Daar tuigen ze de paarden op en dan gaat de hele stoet hier naar het park. Lijkt ons heel leuk, alleen het weer is helaas wat minder. Maar we zullen het zien. Wat vast een mooie dag. Paraplu mee en logo. Boeren, wargers en boeteluwe op een jouwer. Steen op, het is dooi. Harkje, harkje, beste meisken. Joet op de 26e van de hemel. Gernina Lange hier, Nikki Slegers en Eveline van Kruisdijk uit Nuenen. Harren Ben, Matje en Sammy Joe zullen hier tjoegen van wijzen. Vanuit Zienhoeren is er een defilé door de boeren. De trouwplechtigheid is om 11 uur. En daarna is er een breeten van tolle wond in Jenhoeren. Ik in Park Hermenstaten. Zijn betelling kennen jou mooi eten. In de midstraten van de middag. Om heel wat waan is er een ongewoon spannende draverij met friske hinders onder de man. Om 3 uur heen is er een grote ringriederij waar het bruidswerk aan mij dacht. Om goed heel wat vijven is er de uitslag van de ringriederij. 6 het verder, 6 het verder. Goeiedag. Rustig aan. En dat is Manon, Jurre, Dawina, Roelof, Lisanne en Jouke. En die, ja, ik ben er wel. Daar heb ik Jannie dus, hier kan zijn en die erin zitten. De nek van Nicky, de weg van Eveline. En, oh, de provincies, die zitten er net in. Oh, wow, zit er dan hier niet. Ja, vol. Ja, maar ze zit mooi onder de kap. Dan zitten ze mooi genoeg. Bedankt, Jannie, dat hebben we weer de woord voor u. Van de honing. De burgemeester zit erin, de trouwambtenaar. Bij de Boeren Bruiloft. Eerst bij de gemeente, waar die het daar hield ik ook mee met de boerenbruiloft. Toen hebben we hem gestrikt voor het bestuur. In de jaren bij het bestuur geweest. En nu is hij als assessor voor ons. Welkom. En Dion, ook weer bedankt dat jullie rijden voor ons. En we gaan naar huis. Het onweert op dit moment heel hard. Ja. Maar geen meters bier. Geen meters bier neer. Nou, daar hebben we de ringrijders die komen. Die vanmiddag ook weer twee. Wat prachtig. En, maar het is voor hun altijd, dit is de dag. Dit is hun trouwdag. Nou, prachtig paard. En vanaf 2:30 hoorde ik dat de vrachtauto thuis kwam. Want wij wonen naast elkaar. Toen hoorde ik dat de vrachtauto thuis kwam, dus waren ze nog binnengekomen, thuisgekomen. Gelukkig was het daar droog, want anders dan was je niet weer helemaal aan. Hé, Nick! Nick is er ook bij. Dat is een zoontje van Anneke en André, die staat er ook. Die gaat ons vanmiddag ook weer helpen met het ringrijden. En Ietsen is de groom. Nou, we zouden de grooms even in het zonnetje zetten, maar Ietsen, het is in het regen, zetten wij jullie vandaag. Nog een prachtig paard. Bedankt, Ietsen. De volgende is Jelle van der Weijden met Dilma Rijnga uit Tjerkut. Maaie Blokker van Stal Regia hebben ze voor de stal. En Jelle heeft nog ook een paar jaar geholpen in het bestuur.
En moet je even kijken naar Jelle. Jelle heeft een zwart dekje voor. En dan gaan de mensen delen dat. Want dan hebben ze hun onderhemden al niet zo smerig. Dan hadden ze een wit boordje en een zwart dekje ervoor. Maar volgens mij heeft Jelle een wit overhemd aan. Ja, Jelle? Nou, fijn dat je er bent. En een prachtige Sjees moet jullie zien. Zoveel verscheidenheid hebben we hier ook in Sjezen. Wilma ook bedankt. Mevrouw de Wolf, die is een groen. Die zouden we ook in het zonnetje zetten, maar het is ook weer regen. Jammer. Maar vanmiddag schijnt de zon, dus dan zetten we jullie dan nog een keer in het zonnetje. Bedankt Jelle. Dan hebben we de volgende, is Klaas Posma. Als ik het goed zie, met Janette de Lange. Klaas heeft even een time-out gehad, een tijdje. Die heeft een paar jaar heeft Klaas niet gereden. Maar Klaas die, heeft geen koeien meer te melken. En Klaas zei, ik wil wel weer wat doen met de paarden. En ik wil wel weer Rick rijden. En Klaas is ook weer ingestapt bij de Friese quadrille. Nou Klaas, helemaal geweldig. Dankjewel dat je dat doet. En volgens mij hebben we daarom ook hier optreden in Duitsland gekregen, omdat jij er weer bij bent. Ja, helemaal mooi. En we zijn hier, maar Aysen zei, ik hou niet op, ik ga door. En hij heeft al meegenomen Brechtje Bakker, die vanmiddag ook meegaat te ringrijden. Nou, Aysen heeft alle regenjas aan. Aysen, bedankt dat je hier bent, geweldig. Heel erg mooi. En A. Bauma, Anke? Of is dat niet Anke? Aukje Bauma, die is de groen. Aukje, bedankt dat je helpt. Is Erwin Pruim. Erwin die heeft al een hele lange rit gemaakt. Want Erwin met de schilderijen erop. Ja, dat is. Nou, Erwin, misschien kan je de mensen kunnen het niet zo wel zien, maar het is prachtig. Wat een mooi tafereel staan erop. Het heeft blauw kleur. En de heer Pruim, die is. Groen bij deze combinatie. Dus dit. Ja, dat is altijd even een beetje moeilijk, want je hebt achter geen ogen om te zien. Liekele Hoekstra. Liekele, heb je voorgedrongen? Ja, je hebt voorgedrongen. En Elke Kultmans. Nou, heel fijn dat je hier bent. Je zou niet komen, maar gelukkig door je broer, of niet, of door je vrouw, die heeft je overgehaald, want als ze 's morgens niet komen, mogen ze 's middags niet erin rijden. Dat is nou een keer de regel van de boerenbruiloft. Liekele zei, ja, maar ik heb ook werk. Ja, maar Liekele, volgend jaar moet je gewoon die dag al zenden van dan ben ik aanwezig. Ja? Op een hoge kant liep. Ja, Johan die zit ook in het bestuur. Ja. Maar Johan die zegt... Nicky Slegers en Eveline van Kruisdijk. Bruid en bruidegom. Welkom aan de mensen die je meenomen hebben. De mensen die dicht bij hem staan. In het vaste plak, Jim Ben, Sammy en Mathieu. Een speciaal welkom van de officiële tjoegen van deze trouwerij. Linda Wester, Luwe Melgers en Willem Lokhorst. Bye.
In een gezellig slootje, niemand om ons heen, jij ik alleen, 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 alleen. Ik roei de laatste.